Bienvenida, mijn studiogast van vandaag, kreeg na 30 weken te horen dat de hersenen van haar baby veel te klein zijn. Artsen voorspellen dat haar kindje na de geboorte zou kunnen ademen en met zijn ogen kan knipperen, maar dat het daar waarschijnlijk bij blijft. Bienvenida koos voor een zwangerschapsafbreking en reisde hiervoor af naar België, want in ons land is dat strafbaar. Maar waarom en moet die regelgeving hier niet worden aangepast? Bienvenida, echt super dapper dat je hier bent. Het is toch een taboe onderwerp, om het zo maar even te zeggen. En helemaal, het is super kort geleden, 6 maanden nog maar. Hoe gaat het met je? Ja, dat is altijd een hele lastige vraag. Ik zeg altijd, het gaat redelijk naar omstandigheden. Het is hard werken vooral en het is heel wisselend. Het wisselt elkaar af, maar het verdriet staat nog wel echt op de voorgrond. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Het is zo kort dag, dat ben je niet zomaar klein natuurlijk. Nee, dit gaat een leven met je mee. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Als we het hebben over die zwangerschap, wanneer kwam je erachter dat er iets niet goed was? Met 30 weken inderdaad, zoals je net al kort vertelde. We hebben eigenlijk gewoon een goede zwangerschap doorlopen en we hadden een reguliere groeiecho met 30 weken... waarop we zagen dat de kleine hersenen fors te klein waren. Toen zijn we een heel onderzoekstraject ingegaan van 4 weken. En uiteindelijk bleek na 4 weken dat het volledige brein onderontwikkeld was en niet intact. En het enige wat wel goed was, was de hersenstam. Dat zou betekenen dat die zijn vitale functies wel zou hebben. Maar voor de rest was eigenlijk alles niet goed ontwikkeld. Hebben ze daar een reden voor kunnen vinden? Nee, we hebben dus in die 4 weken heel veel onderzoeken gehad, waaronder een vruchtwaterpunctie. Er zijn geen genafwijkingen gevonden. Okay. Dus het is echt nog steeds onduidelijk hoe het nou is gekomen dat dit is gebeurd. Ja. Maar het is ook lastig omdat het pas met 30 weken gezien is. Ja. En vanaf 25 weken, als ik het goed zeg, in ieder geval pas na 20 weken beginnen de hersenen zich te ontwikkelen. Dus het had ook niet eerder gezien kunnen worden. Nee. Dus het is niet dat er een fout bijvoorbeeld is gemaakt. Nee, want het zou het misschien nog erger maken. Ja, uiteindelijk hebben jij en je vriend gekozen voor een zwangerschapsafbreking. Ja. Kan je me uitleggen waarom je daarvoor hebt gekozen? Ja. En hoe jullie ook tot die keuze zijn gekomen? Ja. Wat ik zeg, met 30 weken kregen we dan eerst dat eerste nieuws van de kleine hersenen zijn te klein. En toen dachten we wel van jeetje, in je hersenen, dat is toch wel een heel belangrijk onderdeel van je lichaam. Ja. Want dat is gewoon de computer. Ja. Maar je weet helemaal niet wat dat dan nog inhoudt op dat moment. En daar zijn we ons wel in gaan verdiepen. Van wat zal het kunnen zijn? En we hadden eigenlijk een paar scenario's voor onszelf uitgezet. Die varieerden van mild tot ernstig. En wij hielden eigenlijk ook vrijwel meteen rekening met het feit dat die het niet zou gaan overleven. Want dat was ook al... Wij wisten toen nog niet precies wat er aan de hand was. Maar wij dachten wel, als zijn hersenen niet goed zijn en bijvoorbeeld dus ook zijn vitale functies niet werken, dan is de kans klein dat hij het gaat overleven. Ja. En uiteindelijk na 4 weken bleek dan uit de MRI, die hebben wij ook gezien, dat zelfs een leek kon zien dat gewoon echt niet goed was. Want normaal is dat gewoon netjes gevormd. En wij zagen echt dat heel oneerbiedig. Het zag eruit als een soort verrotte walnoot, zoals mijn vriend toen zei. Dat is gewoon echt niet goed. Er zaten gaten in. En de neuroloog en de neonatoloog zeiden ook van dit is echt niet goed. De neuroloog gaf ook aan van dit is ondraaglijk lijden, want hij zal een onbehandelbare vorm van epilepsie krijgen. De vraag is alleen wanneer dat zal gebeuren, want dat kan ook pas na een half jaar komen. Ja. Cognitief zal hij zich vrijwel niet gaan ontwikkelen. Het is niet goed. Nee. Maar ze konden ook niks voor ons betekenen. En daar ging het op een gegeven moment een beetje mis. Want het leek wel alsof we elkaar niet verstonden. Want de artsen zeiden, dit is ondraaglijk lijden. En dit is heel vervelend. En we begrijpen ook jullie ideeën erachter. Want wij zeiden, we willen niet dat hij lijdt. Dit leven willen we niet voor ons kind. Want dit is gewoon geen kwaliteit van leven. Nee. En dat begrepen ze. Maar ze zeiden ook, we kunnen jullie hier niet verder helpen. Het enige wat we je aan kunnen bieden is een non-interventiebeleid. En dat houdt in dat ze dan bijvoorbeeld tijdens de bevalling of vlak daarna niet ingrijpen als er complicaties zijn. Ja. Ja, en dat praktisch zou dat er bijvoorbeeld uitzien als stel dat onze zoon tijdens de bevalling in nood zou komen, dat er dan niet wordt ingegrepen. Dus dan zou hij tijdens de bevalling overlijden. Of als die na de bevalling niet goed zelf zou kunnen drinken of eten, dat die
geen zondevoeding zou krijgen. Dan zou die versterven. Dat zijn hele heftige... Precies, dat is nog erger lijden bijna. Dat was ook wat wij daar zeiden. Van, maar waarom moet hij eerst lijden voordat hij uit zijn lijden verlost kan worden? Ja. Dat is de enige optie die jullie ons geven. Ja. En eigenlijk nou een dag later, na dat gesprek, werden we gebeld door een andere arts uit het ziekenhuis. En die zei, ja, we hebben gehoord wat de uitslag is geweest. En we weten ook hoe jullie erin staan. En we willen jullie toch wel de tip geven dat er in België andere regels gelden. Ja. Maar kwam er toen achteraan, dat is eigenlijk... wij mogen dat niet zeggen, want dan zijn we strafbaar. Maar ja... Ja, we zien wat dit nu voor leven gaat worden en hoe erg dat gaat worden. En dat willen jullie gewoon niet. Dus we willen jullie dit toch meegeven. Maar hou het discreet, want we mogen jullie dit eigenlijk niet vertellen. Nee. Dat is eigenlijk best wel gek, hè? Heel gek. Dat er in Nederland iets niet kan. En dat heeft dan alles te maken met de wetgeving in ons land. Ja. En dat dan in België een hele andere wet geldt. En ik bedoel, het is 1,5 uur rijden en we zitten in België. Ja, zeker. En het rare is eigenlijk dat op papier... Want, moet ik het anders zeggen. Toen wisten we nog niet dat er een wetgeving was. We zijn even in het kort naar België gegaan. Daar zijn we bevallen. Daar is natuurlijk eerst onderzoek gedaan. Ja. We hebben al ons onderzoeksuitslagen meegenomen vanuit Nederland naar België. Want zij gaan ook niet over één nacht ijs. Dat is lijkt me logisch. En daar hebben ze ook weer met een heel ethisch comité ernaar gekeken. En waren ze er wel unaniem over eens dat er gewoon echt wel een zeer ernstig gehandicapt kindje ter wereld zou komen met geen kwaliteit van leven. Dus zij hebben unaniem ingestemd met ons verzoek. En we zijn daar bevallen. En vanaf dat moment ben ik daar heel de tijd mee bezig geweest. Van wat is dit eigenlijk voor iets geks? Dat we in Nederland niet geholpen konden worden. Dat iedereen het met ons eens was dat dit geen leven was. Ja. En dat een arts... een soort van off the record, mij gaat verwijzen naar het buitenland. Ja, hoe voelde dat? Dat was heel raar. Ja. Je voelt je een halve crimineel, dat dacht ik ook. Ik dacht, ik doe iets strafbaars. En dat was ook dat ik dacht, we gaan dit gewoon niet doen. Want ik doe iets wat niet mag. Ik heb ook nog een dochter. Ja, precies. Kom ik straks in de gevangenis of zo? Omdat ik... en je denkt, wat gebeurt hier? Ja. Wat ben ik nou allemaal aan het doen? Maar je zit in zo'n rare wereld en je voelt ondertussen... Ik was hoogzwanger, 34 weken inmiddels. Je hebt natuurlijk ook last van je hormonen. En, ja, precies. Ik was bezig met leven creëren, want ik voelde hem gewoon in mijn buik, schoppen, alles. En ondertussen ben je bezig met hoe zorg ik dat hij niet hoeft te lijden... en dat het zo min mogelijk pijn gaat doen voor hem en voor het ons. Het is toch een verschrikkelijke situatie. Het is afschuwelijk. Ja. En waar ik nog heel vaak... boos om kan worden of niet, boos, machteloos is eerder denk ik het goede woord, is dat we maar twee opties hadden. En dat was een kindje wat heel ernstig gehandicapt zou zijn met geen kwaliteit van leven of een overleden kindje. Ja. Dat waren onze opties. Ja. Dat zijn geen opties. Nee, dat zijn geen opties. Dat zijn geen opties. Nee, zeker niet. Ik vind het dus echt ontzettend dapper dat je hier zit en dat je je verhaal wilt vertellen, omdat het dus een taboe is. Ja. Hoe groot is het taboe eigenlijk volgens jou? Ik denk wel echt heel groot. Ja? Kijk, heb jij lelijke reacties bijvoorbeeld gekregen? Nee, dat moet nou... Nee, niet persoonlijk. Oké, gelukkig. Ja, daar ben ik ook heel blij om. Maar sowieso onze omgeving, hè, familie, vrienden... hebben zo onwijs steunend gereageerd. Ja. En zo liefdevol. En iedereen begreep ook de situatie. En ja, die stonden echt achter ons. En dat maakt ook voor ons dat het gewoon wel... fijner was om deze gang te maken. Ja. Ik bedacht me dus wel op een gegeven moment wat raar. Want op het moment dat wij dit gingen overwegen van moeten we dit gaan doen, ben ik gaan googlen. Ja. Van hoe vaak gebeurt dit? Wie hebben dit nog meer meegemaakt? Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat komt er op ons pad als we naar België gaan? Waar moet ik aan denken? Hoe is het om van een overleden kindje te bevallen? Nou ja, de raarste vragen komen in je hoofd op. Dus je gaat googlen. En over stilgeboren kindjes kan je gelukkig tegenwoordig best veel vinden, hè, ervaringen. Maar allemaal rond de 20, 24 weken en als het gaat om een 30, afbreking. Ja, precies. Ja. Of helaas als een kindje tijdens een bevalling overlijdt of andere redenen. Maar vooral afbrekingen rond de 24 weken. En niks over verder in het zwangerschap. Toen dacht ik, hoe,
hoe kan dit nou? Het kan toch niet zijn dat wij de enigen zijn, nee, die dit meemaken? En dat heb ik dus ook bij mijn gynaecoloog aangekaart toen we na 6 weken gewoon ons nagesprek hadden. Van, hoe kan dit? En toen zei ze, ja, het gebeurt wel vaker, maar het is een taboe. En nou, toen voelde ik zoiets opkomen dat ik dacht, dit kan niet. Er is zoveel stil verdriet. Ik heb ook gezegd, mocht hier nou morgen of volgende week iemand aan tafel zitten bij jou die dit mee moet gaan maken, geef alsjeblieft mijn nummer. Want ja, als ze iets willen weten, ja, want er is zoveel dus stil verdriet. Ja, ja. Er zijn dus niet echt ja, dat klinkt misschien gek of zo, maar praatgroepen of... Ik vond ze niet op internet, nee, zeker niet. Nee. En dat was de reden dat ik dacht, ik ga hiermee gewoon in de openbaarheid treden. Ja, ja. Ja, want je hoopt dus, daarom kom je ook hier, daarom geef je interviews en doe je gesprekken. Ja. Je hoopt namelijk de wetgeving, de regelgeving in ons land aan te passen. Precies, ja. Ja, het is zo, wij kwamen er pas achter na de bevalling dat er dus wel degelijk een regelgeving bestaat voor een late zwangerschapsafbreking. Dat is dan hoe het heet. En het blijkt, in die regelgeving staat dat het mogelijk is, maar je bent strafbaar tenzij. Tenzij, hè? Dus ja, het lijkt een beetje op de euthanasiewet, dan ben je ook strafbaar tenzij. Ja. En er is dus een heel pakket waar artsen aan moeten voldoen. Logisch, hè? Dat vind ik wel. Maar blijkbaar is het nu zo geformuleerd, of is deze regelgeving nu zo Een grijs gebied, eigenlijk. Ja, er zit zo'n grijs gebied dat artsen zich er niet aan durven te wagen. Ja. Waardoor ouders en kindjes tussen wal en schip vallen. Ja, en waarom artsen zich er niet aan durven te wagen is omdat ze dus bang zijn dat ze strafrechtelijk vervolgd worden. Dat is mijn vermoeden, ja. En er is nu, daar kwam ik dus achter, en ik weet niet, ik geloof niet meer zo erg in toeval, maar de regelgeving wordt dit jaar geëvalueerd. Die regelgeving heet late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Dat is een hele mond vol. Maar die regelgeving, die wordt dit jaar geëvalueerd. Ja. En een van de onderzoeksvragen is, zijn de ouders naar het buitenland verwezen? Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, laat mij maar eens even daar mijn verhaal gaan doen. Want waar gaan jullie op evalueren als deze cijfers allemaal ergens onder de radar blijven? Ja. Want dat is wat er gebeurt. Mensen gaan naar het buitenland, maar die zijn ergens bekend. Want artsen die verwijzen ze stiekem, omdat ze denken dat ze het niet mogen zeggen. Die cijfers zijn nergens. Dus nee, dat moet gewoon aan het licht komen. Ja. Want wat moet er volgens jou in die wetgeving? Wat ik denk is dat, kijk, en dat vind ik lastig om daar echt iets over te zeggen. Hè, want dat zijn allemaal vermoedens van mij en dat is hoe ik het interpreteer. Mm. En er zit een heel groot bedrijf op, hè, wat speciaal hiervoor is, wat echt heel gedegen onderzoek doet een jaar lang. En die komen volgend jaar met een rapport met conclusies en aanbevelingen. Dus daar zal echt uit blijken wat er aan de hand is. Ja. Maar mijn vermoeden is dat er inderdaad gewoon angst speelt, omdat artsen toch bang zijn om vervolgd te worden. Omdat het nu zo is dat je dus je mag het aankaarten, late zwangerschapsafbreking. Stel, hè, dan ga je voor een second opinion naar een ander ziekenhuis. Ook daar wordt gezegd, ja, we denken dat er iets ernstigs met dit kindje aan de hand is. We kunnen een late zwangerschapsafbreking inzetten. De zwangerschapsafbreking wordt uitgevoerd, het kindje overlijdt, hè, het is geboren. Wat er dan gebeurt, is dat er meteen een lijkschouwer aan je bed staat en die zegt, het is een niet natuurlijke dood. Ja. En dat moet onderzocht worden. Ja. Het is gelukkig in de keren dat het is gebeurd in Nederland nog nooit zo geweest dat er een arts is vervolgd. Ja. Hè, alle zaken zijn geseponeerd. Maar het hangt wel boven hun hoofd. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat een arts wel 10 keer nadenkt van, ja, maar ja, als ik pas achteraf te horen krijg of ik wel of niet zo zorgvuldig heb gehandeld. Ja, dus jij pleit eigenlijk voor dat het misschien op voorhand al met een ethische commissie... Ja, in België is dat dus het verhaal. Ja. Want op papier lijken die regels eigenlijk identiek. Hè? Zijn ze identiek? Ja. Ze lijken heel erg op elkaar. Maar in de praktijk zit het verschil dat er in België niet achteraf nog wordt beoordeeld. Precies. En ik denk dat dat heel veel weghaalt. En om nou te zeggen, haal het uit het wetboek strafrecht, dat is best een grote uitspraak. Ja. En ik vind het ook niet aan mij om daar, want ik ben geen politicus, hè, dat weet ik allemaal niet. Maar ik denk wel dat het een stuk makkelijker gemaakt kan worden. En wat mijn idee erbij is, wat je net al zei, hè, ik
Ben dus bezig om in de openbaarheid te treden hiermee. Ja. Door er rugbaarheid aan te geven. Door te laten zien dat het bestaat. Ook om andere ouders een hart onder de riem te steken. En gelukkig heb ik al veel ouders gevonden die ook met late zwangerschapsafbreking te maken hebben gehad in het buitenland. En die ik ook weer doorstuur naar de onderzoeksgroep. Dus die ook hun verhaal kunnen doen. En dat doe ik ook door middel van social media kanalen. Ja, ja. En dat heb ik de wet van Lef genoemd. En dat heb ik een beetje gebaseerd op de wet van Murphy. En je ziet het hier ook, je Instagram-pagina. Ja, nou, precies. Ja. En de wet van Murphy is natuurlijk een leidraad. Hè? Die wordt gebruikt in ziekenhuizen, ja. apotheken... om te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt. En ik had nu zoiets van, bij de wet van Lef kan je het zien als een soort richtlijn die gehanteerd kan gaan worden om te zorgen dat ouders niet meer tussen wal en schip vallen. Want op papier lijkt de regelgeving zoals die nu is heel duidelijk en helder. Maar in de praktijk blijkt dat er toch iets meer nodig is. En dat gat, dat wil ik dichten. En die discrepantie die noem ik dan de wet van Lef. Ja. Want ik denk, dat zou dat mooi op kunnen vullen. Ja. Laten we hopen dat de mensen die in hetzelfde schuitje als jullie zitten, dat die contact opnemen met jou en, en dat jullie elkaar kunnen ondersteunen. En laten we vooral ook hopen dat politici misschien aan de bel gaan trekken. Ja, nou ja, het ligt al in de Tweede Kamer. Precies. Ja. Maar ik bedoel, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Nou ja, volgend jaar, in het voorjaar, wordt het spannend. Ik hoop, als de aanbevelingen en de conclusies er zijn, dat er gewoon voldoende draagvlak is. Precies. Om echt een verandering teweeg te brengen. Laten we het hopen. Ja. Dankjewel, Bienvenida, dat jij je hier ook was. Bedankt.